Deze aflevering van de Motorpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door DS Covers en MKC Motor. De Motorpodcast. Ik ben in 2019 mijn vrouw verloren aan borstkanker. En zij zei, als jij met pensioen gaat en je wil zo'n reis gaan maken, dat is gewoon veel te laat. Je ziet hoe snel het leven kan veranderen. Toen ben ik naar mijn baas gestapt en gevraagd, kan ik een maandje of 6, 7, 8 verlof pakken? India, Nepal, Myanmar, Thailand en dan zo verder Azië in. Het meest avontuurlijke denk ik toch wel het off-road rijden. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon. Aflevering 131 van de nummer 1 podcast. Voor een ieder die zich motorrijder voelt. En voor iedereen die alles wat met motoren te maken heeft interessant vindt. Hij is weer bomvol deze aflevering, Peter. Ja, want we hebben onder andere Ilse van MKC. Die antwoord gaat geven op luisteraarsvragen. Heel veel leuke vragen binnengekregen. Zoveel zelfs dat we kunnen voor Ilse wel een eigen loketje openen ongeveer. Ja, het leuke is wel, iedere vraag die is ingestuurd, die krijgt een kortingsbon van 10% en één van jullie vragen maakt kans op een cadeaubon van 50 euro. Dat straks. Er zijn ook heel veel mooie geluiden weer binnengekomen. Ik wil ze toch even, ja, even gauw teasen. Kom even teasen. Deze, moet je eens horen, wat lekker, joh. Een heerlijk geluid, volgens mij is dit een BMW. Maar goed, we komen er zo meteen uitgebreid op terug. Ik heb er nog eentje binnen. Hoor, dit is. Wat denk je dat dit is? Dit is een oudje. Dit is vintage. Mooi groen is niet lelijk, zeg ik er alvast even bij. Het is echt een mooi apparaat. Nou, we hebben de zo. En wat dacht je van deze? Maar zo, jongen. Het is agressief. Laat de man van de neef van het maar niet horen. Zo, man. Nou, ook daar komen we uitgebreid op terug. En ik heb nog een monsterapparaat. En dat is deze. Dat is ook binnengekomen. En hier heb jij inmiddels ervaring mee. Ja. De GS, mensen. De GS. Dames en heren, Dennis heeft op een GS gereden van BMW. Ja, komen we er straks uitgebreid op terug. Ja, ik heb er ook eentje geprobeerd van. Jij had de R12. Ja, van BMW. Nou, ook daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Wij hebben een gast. En wat voor gast? Hij heeft een enorme tocht gemaakt. 24 landen is hij langs geweest. Onder andere heeft nogal wat Nasi Dangan op. Dat is ook mijn favoriet. Hij heeft een cadeautje mee. Ja, hij heeft ook nog een cadeautje mee. Dat is altijd positief natuurlijk. Nou goed, we gaan hem uitgebreid bevragen. De Motorpodcast. Achter het vizier van Ivo Hansen. Ivo, welkom. Dankjewel. Dank voor de komst. Ja, en hier te zijn. Je kwam ook niet met lege handen binnen. Want het eerste wat je zei toen je op de stoep stond, ik heb een cadeautje mee. Ja, ik had wel eens wat afleveringen gehoord dat mensen wat lekkers meenamen. Ik denk, nou ja, ik kom uit Limburg. Dan kan er maar één ding meegaan. En dat is Limburgse Fly natuurlijk. Hè? Kijk, ik maak hem open. Altijd goed, hè. Oh, heerlijk. We moeten toch een beetje aan de BMI blijven denken. Want bij mijn BMI past een groter hart. Dat dus, wil jij hier, Peter? Ik neem gewoon degene met zoveel mogelijk suiker erop. dan neem ik die tweede. De bovenste. Oeh. Ik neem gewoon vast een hapje. Ik ga onderste nemen, sorry. Dat is de derde voor jou, Ivo. Ja, helemaal goed. Onwijs bedankt. Nogmaals een oproep aan mensen die gaan komen. Ja. Je scoort punten als je iets meeneemt, maar het is niet verplicht. No, dankjewel. Even een hap. Smakelijk. Heerlijk, Ivo. Nou, de eerste vraag nu. Nu al weer een goede aflevering. Ja, de vraag is... Waar rij je op? Vertel jij, dan kunnen wij even van deze fly genieten. Ik rij op een BMW R1200 GS Rally. Hmm. En die staat hier buiten voor de deur. En die heb ik inmiddels in bezit sinds 2019. Gekocht als demomodel, dus net de kop eraf. Bij Ecris BMW in Maastricht. Die heb ik meegenomen op reis. En het is nog steeds een fantastische machine. En hij doet het nog. Hij doet het nog heel goed zelfs. Hij heeft de halve wereld gezien. Ja. Ja. Heb je bewust voor die rally-uitvoering gekozen? Ja, dat vond ik. Ik vind namelijk de GS niet zo'n hele mooie motor. Maar die rally-versie, die vond ik wel mooi. Die was een mooi blauw metallic met gouden velgen. Nou, dat sprak me helemaal aan. En ik had wel ooit het idee om een reis te gaan maken. Dus er moest wel een motor komen die tegen een stootje kon. En hoog op zijn poten zou staan. En toen kwam ik bij deze uit. Na alle testverslagen in motorbladen die ik graag doorspit. Was dit voor mij de meest geschikte motor, ja. Want zou er nog wat aan veranderd kunnen worden? Dat vragen we ook altijd even. Hè? Van, heb je nou zoiets van, wat kan BMW er nog aan verbeteren? Ja, het enige wat ik tijdens mijn reis miste, was een korte eerste versnelling. Ik heb best wel wat off-road gereden ook. En de eerste versnelling is erg lang.
En als je net een beetje toeren wil draaien en pk's ter beschikking wil hebben, als je heel steil bergop gaat of over stenen, dan wil je toch wat krachten onderin hebben. En dan gaat hij meteen al 40, 50 kilometer per uur. En dat vind ik te snel als je over een bergachtig weggetje rijdt. Dus dan was het veel met slippende koppeling rijden. En dat vond ik wel jammer. Dus dat is een maar verder was het een ideale reisgenoot. Ik zou er zo weer mee gaan. Ja. Is er een alternatief geweest als je deze niet had gekozen? Had je een tweede optie? Toen niet, nu wel. En nu is ik heb de gelegenheid gehad om een paar weken geleden op de F900 GS te rijden. Staande tweecilinder. En die is een stukje lichter en wat smaller. Voelt wat agiler, wat wendzamer. En ik denk dat ik die ook wel als alternatief zou kiezen. Ja. Meer in de trant van de Yamaha Tenere, denk ik. Wat ik ook een hele mooie motor vind. En die GS is wel een zware machine, dat wel. En heb je de 1300 al geprobeerd? Dennis heeft er een paar dagen nu op gecrossed. Nee, die heb ik nog niet geprobeerd. Ik heb er wel een mening over. Daarover straks. Ja, ben ik benieuwd. Ja. Die is trouwens ook wat slanker dan de 1200. Maar goed, daar gaan we zo meteen uitgebreid over verder. De Motorpodcast. Ivo, waar of wanneer is jouw motorcarrière begonnen? Het motorrijden bedoel je de reis? Het motorrijden aan zich. Het motorrijden, dat begon al voor mijn 18e eigenlijk. Niet het motorrijden, maar wel het brommerrijden. Ik rij al brommer vanaf mijn 12e, 13e. Crossbrommertjes in het dorp, op paadjes op en neer jagen. Samen met mijn broertje. En van een brommertje werd het een legale brommer toen ik 16 was. Een Honda MT. Ook al een beetje zo'n hoogpotige brommer. Ik kon niet wachten tot ik 18 werd om mijn rijbewijs te gaan halen. En dat was ook het eerste wat ik deed. Wel eerst mijn autorijbewijs, maar dat ging in die tijd nog vrij snel. En meteen erachteraan het motorrijbewijs. Want ik had al posters van motoren in mijn kamer hangen en ik was helemaal gek van motoren. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk altijd een motor gehad. En altijd motor gereden ook. Wat was je eerste aankoop? Mijn eerste aankoop was een Honda VF700C. Dat was een custom motor. Een V4 van de VF 750F, hetzelfde blok. En ik vond het een hele fijne motor. Toen de tijd was custom, zoals je, ik weet niet hoe je dat nu moet omschrijven. Custom denk ik aan een chopper, hè? Ja, een beetje chopper, en hoge vork, getrapt zadel. Een beetje zo'n nep Harley imitaties. Ja. En daar had je bijvoorbeeld de Shadow, die er nu ook nog is. Hè? En deze viercilinder, die V4, dat was dan de Magna. Mm-hmm. Een Honda Magna. En dat was een mooie motor, veel pk. Maar al gauw werd ik die wel moe, want er zat een hoog stuur op. Had ik al meteen vervangen door een lager stuur. Maar ik kon wel de kracht die erin zit waarderen. Ik heb juist een handje ervan om het andersom te doen. Van een laag stuur naar een wat hoger stuur. Oh. Nee. Ik zit wel een beetje in kamp Ivo. Het voelt toch, zeker als je hem net even te hoog doet, loopt het bloed toch uit je polsen? Nee, je moet er niet. Als je gestrekt zit met je armen, dan moeten je handen niet boven je schouders uitkomen. En je moet een beetje geknikt zijn met je armen. Want jij hebt hem meteen laten verhogen ietsje toen je hem kocht. Ja, ik heb hem meteen laten verhogen. Maar daar heb ik ook heel goed naar gekeken. Want je bent natuurlijk geneigd om heel hoog en heel breed. Maar dat moet je dus niet doen. Nee. Het is net even ietsje hoger, dat je toch net even wat meer. Voor te cruisen lijkt me dat heerlijk. Maar waar ik van hield is vooral hard optrekken. Ja. En dan is een hoog stuur niet fijn. Want dan gaat je hele bovenlichaam. Maar daar hebben we weer het rugsteuntje voor. Hè? Ja. Gewoon, dan zit je gewoon lekker op en dan gaat hij harder. Ja. Dus dat kan ook. Nou, en toen daar heb ik toch wel wat jaartjes op gereden. Dat was mijn eerste motorervaring. Vriendin achterop. En daar heb ik lang mee gereden. Zelfs woon-werkverkeer. En toen werd ik verliefd op een motor die je niet zo snel ziet. Een Kajiva Raptor. Wat? Een Kajiva Raptor 1000. Daar lag het blok in van een TL1000. Een Suzuki TL1000, tweecilinder, V-twin. En hij leek heel veel op een Ducati Monster. En ik vond die Ducati Monster geweldig. Maar Ducati was in die tijd nog niet zo betrouwbaar als dat ze nu zijn. En ik wilde wel graag een Japanse fiets. En die MV Agusta die had dus dat Japanse blok erin. Maar wel het vakwerkframe van een Ducati. En ik had die zien staan in de showroom. En ik vond hem geweldig. Maar ik kon die niet betalen. Het was een nieuw model. En ik dacht, ik wacht wel totdat die tweedehands op de markt komt.
En daar heb ik 2 jaar naar uitgekeken. En toen de eerste die tweedehands op de markt kwam, die kon ik betalen. En dat werd de mijne. Ja. En daar heb ik ook lang mee gereden. Ook woon-werkverkeer. Ik moest 25 kilometer naar mijn werk rijden. Zomer en winter reed ik daarmee naar mijn werk. Tot ik die een keer tegen een auto parkeerde, om het zomaar te zeggen. Niet mijn fout. En die was totaal los. En toen kreeg ik van de dealer meteen een spliksplinter nieuwe. Dezelfde kon ik afhalen. En nou, dat vond ik een goede deal. En dan heb ik er weer een paar jaar op gereden. Zeker een goede deal, ja. Ja. Maar dat kettingonderhoud, dat viel me zo enorm tegen. Ik reed zomer en winter. En ik vond het zo'n vieze smeerboel. Hè, als je een paar winters hebt gereden. En ik wou heel graag een motor met kardan. En toen ben ik overgestapt naar BMW. Ja. En dan zijn maar een paar merken waar mijn oog op viel. Moto Guzzi, BMW. En dan, toen had je de BMW, de K1200R. Nou, dat was een motor met 160 pk. Nog een beetje de oude politiemotor ook? Nee, die niet. Of rijd je op een K1600? Ja, dat is de K1600. Oh ja. En die K1200R is dat. Dat is een beetje een naked bike. Mm-hmm. Maar die had wel een kardanaandrijving. Ja, dat vond ik geweldig, want daar hoefde ik niks aan te onderhouden. Die had een berg pk. En dat ding was bloedsnel. En daar heb ik ook bijna 10 jaar op gereden, denk ik. Ja. Overigens, een kardan kan ook kapot, weet ik uit de vraag. Nou ja, en de versnellingsbak van die motor ook. Die waren niet zo goed. Hoe krijg je een kardan kapot dan? Door gewoon flink ruig ergens tegenop te rijden. En dan gaat hij op een gegeven moment een plug aan de onderkant. Een soort ontluchtingsplug zit erop. En die heb ik vanaf weten te rossen. En daar wordt hij niet beter van. Want bij een kardan hoef je alleen maar eens zoveel tijd een beetje olie erin te doen, toch? Ja. En dan met het verder gaat alles hoef je vanzelf. Niet eens zelf te doen, want het gebeurt normaal bij de servicebeurt als je die netjes laat doen. Ja. Om de 10.000 kilometer. En volgens mij is het zelfs niet eens om de 10.000 kilometer dat iets aan gedaan moet worden. Om de 60.000 volgens mij. Ja, dat is vrij onderhoudsvrij, ja. Maar het kan dus wel kapot. Maar het is in ieder geval, wat dat betreft, beter dan een ketting. Zeker als je in de winter doorrijdt. Ja. Dat is. Ja, ik vind dat smeren, ja, weet je, als je dat netjes wil doen, elke tussen de 500 en 1000 kilometer. Ja, het is maar een klusje van 5 minuten. Maar toch, ik zie er altijd tegenop. Ja, je moet het wel. En toch doe je het netjes. En, je hebt er zo'n dingetje voor, toch ook? Ja, de Grease Ninja non-spon dit. Maar de GreaseNinja.com. Ja. Moeten die mensen toch eens vragen om een soort. Een pakket voor jou dat je de eerste 10 jaar vooruit kan. Dat zijn Amerikanen, maar dat is een soort 3D-geprint dingetje. Je moet hem op de breedte van je ketting kopen. Je sluit je spray aan de bovenkant. En uiteindelijk uit 2 gaatjes aan de onderkant komt netjes op je schakeltjes. Komt de spray en niet op de rest van je motor. Het is ideaal. GreaseNinja.com. Check de show notes. De Motorpodcast. We hebben jou uitgenodigd, niet om over BMW te praten, maar over jouw reis. Ja. Want je hebt een reis gemaakt. Nou, we hebben veel mensen gehad, maar dit is ook weer een reis van bijzondere getallen. Jij noemde het net al, Peter. Ja, het lijkt een beetje op wat Itzy Boots doet. Zij schuift trouwens voor het eind van het jaar nog even een keer aan. Ja, want hoe begin jij je video's? Good morning. Hello internet. Hello internet. Dat doet Itzy Boots ook. Dus toen dachten we van, ben je toevallig haar broer? Nee. Zou kunnen, hè? Maar Nogalie heeft me wel enorm geïnspireerd. Ja, ja. Dat is ook de reden, een van de redenen waarom ik die reis heb gemaakt. Ja. Ja. Ik ben altijd wel ontzettend geïnteresseerd geweest in motorreizigers. Veel boeken gelezen. Toen internet opkwam, dat was natuurlijk helemaal het walhalla. Toen ging ik reizigers volgen op internet, op YouTube en Instagram en Facebook. En Itzy Boots was daar één van. Ook Honor Bike kennen jullie misschien ook wel. Mm-hmm. Australische meid. The Wandering Wasp uit Singapore, ook gevolgd. Die ik nog tegenkwam zelfs in Thailand. En maar Itzy Boots, die volgde ik vanaf het eerste moment eigenlijk. Toen ze vertrok in India en naar Nederland reed op een Royal Enfield. En ik vond het grandioos wat zij allemaal meemaakte. En ik dacht, nou, als Noralie dat kan, dan kan ik dat ook. Ik wil dat ook gaan doen. Ja. En zo is het eigenlijk gekomen. Ik heb dat als een soort droom weggezet, een toekomstplan. En nooit gedacht dat ik dat echt zou kunnen gaan doen. Maar een droom om de reis te maken of een droom om er ook je leven mee te bekostigen, zoals Noralie doet? Een droom om zo'n reis te gaan maken. Oh, okay. Ja, om echt een motorreiziger te worden. Want ze had wel dingen gezien die ik ook heel graag wou zien en die ik heel graag wou meemaken. Maar ja, dat is niet gemakkelijk als je een baan hebt en een gezin en dat soort dingen. Maar er is veel veranderd in mijn leven waardoor het wel binnen bereik kwam. Ik ben in 2019 mijn tweede vrouw verloren aan borstkanker.
En zij zei, Monique was dat, Monique zei van, als jij met pensioen gaat en je wil zo'n reis gaan maken, dat is gewoon veel te laat. Je ziet hoe snel het leven kan veranderen. En je moet daar niet mee gaan wachten. Je moet dat gewoon gaan proberen nu te gaan doen. En nu heb je de mogelijkheden. En je bent fit en je bent gezond. Probeer of dat nu kan. En dat ben ik gaan doen. En ik heb me na haar overlijden heb ik me daar helemaal op gestort. Om dat te verwezenlijken. Dat heeft me heel erg geholpen in een hele verdrietige periode uiteraard. En ik zat iedere avond achter de laptop. En ik keek al samen met haar de Itchyboot filmpjes. En de Honor Bike filmpjes. En het was iedere avond wel reizigers kijken. In plaats van tv kijken. Ook mensen die met landcruisers van Australië naar Europa reden. Ik vond het allemaal geweldig. Die avonturen. En ik wou me één ding en dat was dat zelf ook meemaken. En toen ben ik begonnen om te gaan kijken of ik dat echt zou kunnen. En het eerste was wat ik heb gedaan is om te kijken of ik daar tijd voor vrij kon maken. Want ik had een baan. Wij zeiden wel tegen elkaar, je kan wel een jaar gaan rijden, maar wij moeten allebei werken. Ik werk in het onderwijs, dus ik heb wel veel schoolvakanties. Dat is al heel fijn. Maar dat is niet genoeg om zo'n reis te gaan maken. Nee. Ik dacht, toen ik eraan begon, dacht ik van nou een maandje of 7, 8, dan moet dat wel kunnen. Ik had dat afgekeken natuurlijk van andere reizigers. En toen ben ik naar mijn baas gestapt op school en gevraagd, kan ik een maandje of 6, 7, 8 verlof pakken? En dat was toch wel een beetje een probleem. Ze waren wel altijd heel meedenkend op school, maar dat was toch wel een probleem. En toen kwamen ze met het idee van, als je nou een jaar verlof pakt, dan kunnen we tenminste een factuur uitschrijven voor een jaar. En dan hebben we in ieder geval iemand die jou kan vervangen dat jaar. Maar dat vind ik al heel relaxed van jouw werkgever. Als iemand zegt, je mag best een jaar weg. Onbetaald verlof. Ja, onbetaald verlof. Maar toch, het moet maar kunnen en mogen. En je moet maar absoluut. Weer terug kunnen. Ja, absoluut. Nou, ik ben conciërge op een school. En dat is een baan die gelukkig vrij goed in te ruilen is door iemand anders tijdelijk. Ik kan mijn werk overdragen. Ik heb nog twee collega's die ook een gedeelte van mijn werkzaamheden overnamen. Daar ben ik ook heel blij mee natuurlijk dat dat kon. En zonder de meewerking van mijn werk had het nooit gekund. Dus daar was ik heel erg blij mee, ja. Nou, het tweede plan was natuurlijk, kan ik dat financieel allemaal rondborduren? En daar heb ik me op gestort. Ik wist niet goed waar ik aan moest beginnen, want wat kost een wereldreis? Ik had totaal geen idee. Dat vragen we jou graag. Ja. Wat kost een wereldreis? Nou ja, ik ben gaan grasduinen op internet. En dan kom je toch bij heel veel reizigers terecht die een gemiddelde van ongeveer $35 tot $45 per dag spenderen. Ik ben begonnen om te sparen als een gek natuurlijk, om dat bedrag bij elkaar te krijgen. En dat is dan met kamperen neem ik aan en geen dure hotels? Ja, dat is wel echt low budget reizen. Ja. Ik had al ervaring met het kamperen, dus ik had al wat testreisjes gemaakt naar Frankrijk en de Alpen en dat soort dingen. Het was wel de bedoeling dat ik het eerste gedeelte van de reis met de tent zou maken. En dan het tweede gedeelte, Azië is een goedkoop reisland. Daar zou ik dan van hostels en bij mensen thuis en gastgezinnen en hotelletjes, pensionen, dat soort dingen gebruik maken. En toen ben ik per land gaan kijken, hoeveel kilometer rij ik eigenlijk in een land? Dat ben ik eerst uit gaan zoeken. Wat kost me dat aan benzine? Hoe lang doe ik daarover om door zo'n land te rijden? Wat heb ik ervoor nodig om zo'n land binnen te komen überhaupt? Want er waren ook landen bij die niet 1, 2, 3 als vakantieland bekend waren. Ik ben gaan kijken wat kost het levensonderhoud in die landen. En dat is allemaal op internet te vinden. Ik had hele Excel-sheetjes in mijn werkkamer. Grote wereldkaart hangen met allemaal pinpointjes van dingen die ik wou zien. Die ik van Itchy had afgekeken, van Itchyboot. Van On a Bike, van The Wandering Wasp en alle reizigers die ik volgde en waar ik van gelezen had. Nou, zo ontstond ook een beetje mijn route en de landen waar ik doorheen wilde reizen. Want welke route had je uitgestippeld op die kaart? Nou, ik wilde ongeveer de zijderoute reizen. Dat is ongeveer ook de route die Noraly heeft gereden, van India naar Nederland. En dat is door de stanlanden eigenlijk. Een heel stuk Europa. Dan door de stanlanden, door Iran, Pakistan, India, Nepal, Myanmar, Thailand en dan zo verder Azië in. Maar ik had twee problemen. Je schrijft nu welk jaar? 2019? 2022. Ja, ik vertrok op augustus 22. En toen begon het net in Iran een beetje te broeien met de protesten van vrouwen met hoofddoeken en de rechten van vrouwen.
En ja, dat was toch wel moeilijk. Veel landen waren net COVID-vrij. En die gebruikten het ook nog als excuus om de grenzen dicht te houden. Dus dat was ook nog wel een probleem. En dat maakte dat ik niet alleen een route had naar Azië, maar dat ik ook een plan B had gemaakt. Want ik had na het overlijden van mijn vrouw wat extra tijd gekregen door COVID. Ik kon nog niet vertrekken omdat veel landen op slot waren. Dus ik had een jaar extra voorbereidingstijd, zeg maar. En dat heb ik gebruikt om een alternatieve route te maken. En de alternatieve route was tot in Iran reizen. Want Iran had ik wel echt heel hoog op mijn lijstje staan. En als ik dan niet verder zou kunnen, dan zou ik afbuigen naar het zuiden, via Saoedi-Arabië naar Afrika. En er waren ook twee Nederlanders. Ik weet niet, volgens mij zijn die ook hier geweest. De Winding Wheels. Jessica en Maarten. Ja, die volgde ik ook. En die waren al in Afrika geweest. Nog een avonturier die hier is geweest. Oscar, denk ik. Van Kamman, ja. Die heb ik ook gehoord, inderdaad. En die volgde ik ook op zijn reis. En die waren die in heeft Saoedi-Arabië gedaan. Ja, klopt. Ja. En een stuk helemaal Afrika. En dus dat was mijn plan B, om naar Zuid-Afrika te rijden. Maar ik wou eigenlijk naar Azië. Want dat plan had ik minutieus uitgewerkt. Nou, toen ben ik vertrokken in augustus 22. En vlak voordat ik in Iran kwam, kreeg ik de melding van de Nederlandse overheid, waar ik op geabonneerd was op de reisadviezen, dat alle Nederlanders Iran moesten verlaten. En dat Iran code rood was. En dat er geen hulp geboden kon worden als je in de problemen kwam in dat land. En daar schrok ik wel een beetje van. Want ik had, ik moest door Iran naar Azië. En ik wou heel graag naar Iran. Waarom wilde je graag naar Iran? Want dat is niet een land wat bij mij bovenaan staat. Nee, maar als je alle reisverhalen van reizigers hoort, dan is dat, moest dat zo'n geweldig reisland zijn. En de mensen daar moeten zo warm en welkomend zijn. Ja, dat wou ik zien, dat wou ik zelf meemaken. Ik had veel gelezen over Iran. Niet over de geschiedenis, maar over de het reizen door Iran, zeg maar. En nou ja, goed, voor mij was het een doorvoerland, zeg maar. Ik moest erdoor en ik had het gewoon heel hoog op mijn lijst staan. Maar toen werd het rood. Toen werd het rood en toen was ik in Armenië. Ik zou via Armenië Iran binnenrijden. En toen dacht ik, ik ga het wel doen. Ik denk, ik ben nou zo ver gekomen. Ik zit hier in Armenië. Ik was me voor aan het bereiden op de reis door Iran. En ik denk, ik ga het gewoon proberen als de grens open is. Ik heb niks te vrezen. Wij hebben geen oorlog met Iran. Zij hebben niks tegen Nederlanders. Ik ga het gewoon proberen. Als ik binnen mag, dan zie ik het wel. Ik had wel nog wat contacten met andere reizigers die op dat moment ook in Iran waren. En die hadden me al verteld dat het veilig was. En dat het goed was om door te reizen. Dus ik heb dat gedaan. En ik ben de grens overgegaan. En dat was wel een super spannend moment, moet ik zeggen. En ik heb er geen seconde spijt van gehad. Want het was een ontzettend mooi en geweldig land. En ik heb me geen seconde onveilig gevoeld daar. Ik wist natuurlijk wel dat ik niet de brandhaarden op moest zoeken. In grote steden als Teheran, daar waren protesten. Dat heb ik gemeden, die grote steden. En voornamelijk door het binnenland van stad naar stad gereden. En ik heb daar echt helemaal nergens iets gemerkt van protesten of van mensen die in opstand kwamen, met wat voor reden dan ook. Ik ben nooit aangehouden door de politie. Ik heb niks onveiligs meegemaakt eigenlijk. De Motorpodcast. Zien wij hier op tv iets over Iran, dan zijn het bijna altijd mannen met wapens. Ja, aan de grens wel. Aan de grens wel. Daar was meteen ook verkeer van legervoertuigen. En toen dacht ik wel van, dat geeft wel een bepaald beeld. En ik had natuurlijk ook wel een bepaald beeld meegekregen van Nederland, van Europa, over Iran. Het eerste wat mij opviel toen ik Iran inreed was hoe mooi en hoe onherbergzaam dat grensgebied is. Het was er vrij verlaten. Het was er prachtig rijden. De wegen waren nog niet eens zo slecht. Maar er waren wel wat moeilijkheden door die protesten. Er was geen internet namelijk. En ik had internet nodig om overnachtingen te vinden, om mijn weg te vinden. Ik had gelukkig wel GPS-navigatie, een Garmin en GPS. En dat was ook wel een beetje mijn holy grail, hoor. Als ik dat niet had gehad, dat was wel een beetje mijn houvast in het land. Maar hoe heb je dan je overnachtingen gefixt? Ja, ik had een lijstje met overnachtingen van andere reizigers. Die had ik doorgekregen. En het eerste hotel wist ik al van andere reizigers, daar kan je terecht. En daar ben ik gewoon naartoe gereden. Ik had het adres gekregen, ingetikt in de Garmin.
En daar naartoe gereden in de hoop dat ze plek zouden hebben. En ik heb nergens een plek kunnen reserveren in Iran. Alleen steeds op de Bonnefoy en op doorspraak van andere reizigers door het land gereden eigenlijk. En dat is super bevallen. Ik had natuurlijk ook een geluk bij de pech dat het toerisme helemaal op zijn gat lag door de situatie in Iran. Ik kon in alle hotels terecht. Er waren alleen nog wat binnenlandse reizigers en verder helemaal niemand. Is dat dan meteen ook een tip? Hè? Zorg dat je niet al te afhankelijk bent van die ene gsm die je bij je hebt. Want het kan maar eens uitvallen. Ja, absoluut. Daar was ik wel op voorbereid. Want ik had nog twee andere gsm's bij me. Maar die kon ik ook daar niet gebruiken. Nee. Het volk werd geprobeerd. Dat probeerden ze te onderdrukken op die manier. Hè, door internet af te sluiten. Maar mensen zijn slimmer dan het regime in Iran dacht. Vooral de jonge mensen. Die hadden al workarounds om toch internet te hebben. Ze hadden, hoe heet het ook alweer? VPN'tjes, ja. VPN. Ik had ook een VPN gekocht, maar die werkte niet. En ik ben daar naar een lokale internetwinkeltje gestapt en die hadden binnen een kwartier hadden ze internet op mijn telefoon staan. En er waren gebieden waar ik dat dan ook kon gebruiken. Nou, dat was perfect. En zo ben ik door Iran gereden. Ja, dat was een buitengewoon mooie ervaring. Was het zo mooi als dat je had verwacht? Niet het landschap, dat had ik mooier verwacht. Want in feite, de mooie dingen waren de steden. De steden zijn prachtig, de moskeeën. En iedere stad is op een beetje dezelfde manier gebouwd. Een grote bazaar met in het midden een prachtige moskee en een plein. Die moskeeën zijn echt fabelachtig mooi. De mensen zijn prachtig. Ze zijn ontzettend dankbaar dat je daar als Europeaan of als sowieso als buitenland het land komt bezoeken. En het enige wat ze eigenlijk willen is dat je verkondigt hoe mooi Iran is in landen die dat niet weten. Zoals bijvoorbeeld Europa. Nou, Iran, dat doe je bij deze. Ja, bij deze. Iran was ooit een heel rijk land. En ook de koningin Juliana is ooit in Iran op bezoek geweest. En toerisme was daar toen wel nog aanwezig. En ik hoop dat dat wel weer gaat komen als het ooit weer stabiel wordt in Iran. Want dat verdienen de mensen daar. En de steden zijn prachtig, maar ertussenin is eigenlijk heel weinig. Het is toch een grote zandbak, heel veel gravel, heel veel woestijn. Met hele lange rechte wegen. En lange, saaie dagen op de motor tussen de steden in wel. Nou, hadden we het net al even over geld. Hè? Je zei gemiddeld $50 per dag uitgeven. Ik ben de man van de rekenmachine, dus die heb ik al vast even bijgepakt. 19.000 euro of $19.000 kost een jaartje reizen ongeveer. Dus dat had je in ieder geval bij elkaar gespaard. Ja, het was wel minder. Het was tussen de $35 en de $45. En dat scheelt een beetje per land waar je bent. Dus dan kom je niet op 19.000, maar zeg maar 15.000, 16.000 euro. En nou, die had ik wel bij elkaar gespaard om te kunnen spenderen, ja. Maar ik moet zeggen dat nog meeviel. Ik ben onder mijn begrotingen gebleven zelfs. En dat komt door de landen in Azië, zoals Thailand, Cambodja en Laos. Dat zijn super goedkope reislanden waar je echt nog voor een paar euro kan overnachten. Waar je voor een paar euro goed hebt gegeten en gedronken. En dat maakte dat ik nog met een heel klein beetje geld over zelfs naar huis kon rijden. De Motorpodcast. Ivo, we zijn nog gewoon niet klaar met je, maar we gaan eerst even naar Ilse van MKC Moto. Voor de laatste MKC Moto Masterclass, waarin Ilse vragen van luisteraars gaat beantwoorden. Ze is op dit moment in een van de vestigingen van MKC Moto. En daar hebben we eventjes een lijntje mee gelegd. De Motorpodcast. MKC Moto Masterclass. Ja, Ilse, in welke vestiging van MKC Moto zit jij vandaag? Ja, vandaag ben ik in Zutphen. We hebben heel veel vragen van luisteraars binnengekregen. En al deze instuurders krijgen natuurlijk een hele mooie kortingsbon van MKC Moto van 10%. En aan het einde mag jij de leukste vraag uitkiezen. Die krijgt een cadeaubon van €50. Dus laten we meteen met de eerste vraag beginnen. De barbecue smoky biker die vraagt zich af: waar moet ik rekening mee houden als ik een kinderhelm wil kopen? Dat die goed aansluit. We zijn misschien een beetje geneigd om dingen voor kinderen wat sneller op de groei te kopen, omdat ze snel uit hun kleding en dergelijke groeien. Mm-hmm. Maar bij een helm is het echt wel af te raden, omdat het ten koste gaat van de veiligheid als we dat doen. Dus net als bij een volwassene moet de helm goed aansluiten rondom het hoofd. En de wangkussens mogen best wel een beetje de wangen bij elkaar duwen.
Maar veiligheid is toch wel echt het allerbelangrijkste hierin. Tobias Webbenhoven die vraagt zich af, als ik een helm wil kopen, kan ik er dan even een proefritje mee maken? Gewoon om even te testen wat het verschil is in windruis. Nou ja, natuurlijk proberen we op voorhand met jou je opties en je wensen duidelijk in kaart te brengen. Zodat we je daarmee ook van de beste keuze voorzien. Maar mocht je toch nog voordat je de helm aanschaft graag een proefritje ermee willen maken, dan kan het wel. Je moet wel echt serieus overwegen of je de helm wel aan wil schaffen. Want we moeten de helm ontdoen van de stickers en het beveiligingsmateriaal. Dus we willen niet zomaar alles van de planken pakken. Maar als je serieus overweegt om die helm aan te schaffen en je wil hem nog even testen voor gebruik, dan is die mogelijkheid er. Rick Deriks die vraagt zich af, wat voor soorten bagage zijn er en in welke situatie raad je wat aan? Ik als vrouw zou misschien wat meer meenemen dan Rick. Dus wanneer raad je wat aan? Ik heb gewoon de verschillende opties even op een rijtje gezet. Want er zijn verschillende soorten bagage. Dus denk hierbij aan een tanktas die er in verschillende formaten zijn en ook in verschillende systemen. Je hebt er één waar magneetjes achter zitten, dus die kun je gewoon op de tank plaatsen en dan blijft die zitten. Nou is natuurlijk niet elke tank daarvoor geschikt. En je hebt ook tanktassen waar een soort van tankring op de tanktop gemonteerd wordt en daar wordt de tas op bevestigd. Van SW Motec bijvoorbeeld. Het zijn op zich mooie systemen, maar ietsje kostbaarder dan die met de magneet. We hebben nog zadeltassen. Bijvoorbeeld Kriga heeft een systeem die uitbreidbaar is. Dus stel je begint met een tas van 20 liter en je gaat daarna nog een langere rit maken. Maakt niet uit wanneer. En je hebt toch meer bagageruimte nodig. Dan kan je bijvoorbeeld ook nog een eentje van 10 liter erbovenop doen. En we hebben natuurlijk de rugtassen. Maarten met heel veel E's en N. Maarten, die vraagt zich af, wel of geen Gore-Tex? Met deze vraag kan ik echt heel veel kanten op. Maar ik begin hiermee. Nee, als je net als ik een mooi weerrijder bent en het liefst regen vermijdt. Want het is een mooi product. Maar als je het niet gebruikt op die manier, is het wel zonde. En waterdicht betekent ook winddicht. En dat is bij mooi weeromstandigheden nou niet wat we per se willen. Dan willen we juist wat meer ventilatie. Ja, als je alle seizoenen wil gaan rijden. Want dan heeft Gore-Tex wel echt een goed membraan wat jou het langst zal beschermen tegen regen. Ook een goede ademende functie heeft. Jesse Noah wil weten, wat zijn de beste handschoenen die waterdicht zijn, maar ook goed bruikbaar zijn in de zomer of met warme weer? Die is heel flauw, maar het antwoord hierop is misschien niet wat je graag wil horen, maar wel heel simpel. Er is geen zomerhandschoen die waterdicht is. Ik benoem dit net al heel verkort bij de Gore-Tex-vraag. Waterdicht is winddicht. En wat willen we heel graag als het warm is? Wind. Dus deze twee gaan niet zo goed samen. Wij raden de meeste rijders aan die voor- en na-seizoen rijden en de zomer om toch voor twee setjes handschoenen te gaan. Dan heb je met alle omstandigheden waarin je rijdt gewoon een mooie optie om te gebruiken. Jeffrey van der Geer die vraagt zich af, wat zijn tips voor beginnende motorrijders? Eigenlijk de do's en don'ts. Ik heb als doel, investeer in goede producten. En nee, die hoeven niet altijd heel duur te zijn. Maar wat sowieso goed is, en wat ik veel merk in de winkel ook, is dat het echt wel helpt om van tevoren te bedenken wanneer je wil gaan rijden. Dus in welke omstandigheden. Ga je echt vooral met mooi weer rijden of wil je woon-werkverkeerritten gaan maken? Dat maakt best wel een verschil. Dus hierdoor kun je namelijk alle opties langs en wat makkelijker gaan filteren in wat er allemaal is. Don't, ja. We hebben natuurlijk een mooie webshop waar je van alles online kunt aanschaffen. Maar dit zou ik toch niet aanraden als je op zoek gaat naar je eerste set motorkleding. Het moet namelijk echt goed aansluiten, wil het allemaal veilig zijn. En dit geldt voor de helm, maar ook voor de kleding en de handschoenen. En elk merk heeft weer een andere pasvorm. Dus het kan goed zijn wat verschillende opties te proberen om te kijken wat het beste bij je past. Onze medewerkers en mijn collega's in de winkel zijn er natuurlijk om jou echt te helpen om te zoeken wat jou het beste is. Dus als je zegt, ik weet niet waar ik moet beginnen, kom alsjeblieft langs in een van onze winkels. Dan weet ik zeker dat het goed komt. Ik kan het alleen maar beamen. Mijn doel zou zijn, neem er de tijd voor. Ga lekker naar een van jullie winkels. Pak een kopje koffie en een gevulde koek. En ga gewoon in gesprek met een van jouw collega's. Want dan krijg je uiteindelijk het beste advies. Een van de producten die in jullie winkel hangt zijn de handschoenen. En Luid Tinker vraagt zich af, waarom zit bij sommige handschoenen de pink en de ringvinger aan elkaar vast? Ja, over het algemeen zie je dit vooral terug bij de sportievere handschoenen. Ze noemen het ook wel een vingerbrug. En die wordt op de handschoenen gemaakt om zware blessures aan je pink te voorkomen. Dus tijdens een val kan het namelijk gebeuren dat je pink ergens achter blijft hangen. Dus zo is hij op die manier extra beschermd. De fruitdealer vraagt zich af, gaan jullie ook Rurok helmen verkopen? Kort antwoord, nee. Helemaal in het begin had Rurok alleen enkel de DOT-gekeurde helmen. Wat voor ons inhoudt dat wij die niet mogen verkopen. Omdat het geen Europese keuring is. En alle helmen die we hebben moeten aan de Europese keuringen voldoen. We hebben nu een mooie collectie helmen staan in de winkel. Met allerlei verschillende soorten, merken, pasvormen en volop keuze. Dus we zijn niet van plan om Rurok hier aan toe te voegen. Ilse, onwijs bedankt voor al deze antwoorden. We moesten natuurlijk een beetje kort houden. Zit jouw antwoord hier nou niet helemaal bij? Ga gewoon lekker naar een van de vestigingen van MKC Moto. Die vind je in Nederland en natuurlijk ook in België. Wil je precies weten waar? Kijk in de show notes van deze aflevering.
En dan nog de laatste vraag, Ilse. Welke van deze inzenders krijgt de cadeaubon ter waarde van 50 euro? Jeffrey, als ik het goed uitspreek, die krijgt de cadeaubon. De Motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Sta je voor rood en wordt je motor niet gezien? Zie je gevaarlijke wegsituaties voor motorrijders? Baal je ook zo van al die wegen waar je als motorrijder niet meer welkom bent? Motorrijdersactiegroep MAG komt op voor jouw belangen. We laten van ons horen in Den Haag, we voeren rechtszaken voor open wegen en we lossen problemen op. Dat kunnen we nog beter doen als ook jij lid wordt. Het kost je bijna niks, nog geen tankbenzine per jaar. Kom op! Meer weten? Motorrijdersactiegroep.nl. MotorNL Premium, het grootste en meest omvattende motorblad online. Met een schat aan informatie en inspiratie voor elke motorrijder. Van nieuwe motorintroducties en ontwikkelingen in de motorsport tot de lekkerste tourroutes. Je vindt het allemaal bij MotorNL Premium. Wil jij weten hoe die nieuwe motor rijdt? Geen probleem. Onze experts testen hem voor je uit. Of droom je van een custom bike? Laat je meevoeren door de mooiste creaties. Voor slechts 3 euro per maand heb je onbeperkt toegang tot al deze motorinformatie. Dus waar wacht je nog op? Abonneer je nu op motor.nl. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app. Terug naar onze hoofdgast Ivo Hansen, die een jaar onbetaald verlof nam om in totaal door 24 landen te reizen op zijn BMW GS. Het moet voor jou een emotionele rollercoaster zijn geweest, Ivo, want afscheid genomen van je vrouw, die reis gaan maken, op haar aanraden. Hoe heeft dat je reis beïnvloed? Dat valt eigenlijk wel mee. Het was niet zo dat ik op zoek was naar iets, of dat ik op zoek was naar mezelf. Dat was niet het geval. Ik was eigenlijk op zoek naar avontuur en op zoek naar tijd voor mezelf. Ik sta best wel veel klaar voor andere mensen. Dat is ook mijn werk op school. En dat geeft heel veel voldoening. En dat doe ik ook heel graag. Maar ook de laatste jaren met mijn tweede vrouw, die waren nogal intensief inderdaad. En ik heb voor haar gezorgd. Voor haar proberen te zorgen die laatste jaren. En dat is goed gelukt. Maar dat kostte ook heel veel, hoe zal ik het zeggen, me-time. Ik had maar weinig momenten dat ik echt zelf kon genieten. En natuurlijk kon ik wel eens lekker op de motor springen en een reisje naar de Alpen maken of een reisje naar de Eifel of de Ardennen. Maar dat was toch, dat was toch een gemis bij mij. En ik wou echt een jaar helemaal niks moeten en alleen maar aan mezelf denken. En dat was niet egoïstisch bedoeld, maar meer een beetje een vluchten van het werken, eten, slapen en dingen moeten. Ja. Is het avontuurlijke uitgekomen? Absoluut. Wat is het meest avontuurlijke wat je hebt beleefd tussen Limburg en Australië? Oh ja, dat is wel een hele lastige, want het is natuurlijk een hele lange tijd. We hebben de tijd. Ja, als je een jaar weg bent. Het meest avontuurlijke denk ik toch wel het off-road rijden. Ik had daar geen ervaring in. Heb je nooit een training gedaan voordat je wegging? Ja. Oh, dat ik heb wel een training gedaan in België. Ik woon dicht bij de Belgische grens. En ik had, voordat ik ging, had ik 2 trainingen gedaan. Dat was 1 Bush-cursus, mechanic Bush-cursus bij Bert Reizen. Mm-hmm. Die kennen jullie waarschijnlijk wel. Zeker. Daar ben ik ook heel blij mee geweest dat ik dat heb gedaan. En ik heb een off-road cursus gedaan, net over de grens bij mij in België, om toch wat zekerder te voelen. Ik had nog nooit in mulzand gereden. Wel eens wat bospaadjes in de buurt en zo. Maar gravel, zand, dat soort dingen, modder, had ik nog nooit ervaren op de GS. En daar ben ik blij mee dat ik dat heb gedaan. Maar dat was toch nog wel steeds een dingetje onderweg. Ik heb wel steeds bewust de off-road wegen opgezocht. Dat was altijd wel een alternatief om on-road te reizen. Maar ik vond het wel een uitdaging om dat ook off-road te doen. Ik heb dat natuurlijk ook Noraly uit een treuren zien doen. En ook daarvan dacht ik, als zij dat kan, dan kan ik dat ook. Dus het eerste off-road avontuurtje, dat was van Oostenrijk naar Italië of grote grens over. Ik had gelezen dat dat kon op internet. Ik denk, ja, dat ga ik doen. Nou, en ik vond het geweldig. Ik ben ook een fervente wandelaar. Ik heb wel eens berghutten gelopen in Oostenrijk. En nu stond ik ineens niet met mijn rugzak bij een berghut, maar met mijn motor bij een berghut. En dat was toch wel zo'n euforisch gevoel. Nou, dat vond ik heerlijk. En dat ben ik meer gaan doen tijdens mijn reis. Echt bewust off-road uitkiezen? Ja, ook al is het heel warm, heet en vochtig. Ja, ik had dat bewust gedaan. Ik had ook een prikkertje op mijn landkaart gezet in Armenië. Ik had daar een route gezien bij de uitzending van De Gevaarlijkste Wegen op tv.
En ik denk, oh, wat een geweldige weg is dat. En er kwam weer een prikkertje bij op mijn landkaart. Maar je weet die gevaarlijkste wegen op tv, hè? Ja. Daar rijdt een cameraploeg achter in een productieteam. Ja. En klusjesauto. En voor rijdt er ook nog iemand. Dus die lopen geen enkel risico. Ik zou bijna denken dat het in scène gezet is. Inderdaad. Nee, dat klopt. En dat is goed dat je dat zegt, dat risico. Want dat is wel iets wat steeds met me mee heeft gereisd. Ik wist natuurlijk wel, ik wil graag off-road rijden. Maar dat wilde ik wel doen zonder heel veel risico te nemen. Want ik wilde wel die motor een jaar lang onder mijn billen hebben. Nou, en ik jezelf wil houden. Absoluut. Ja, maar ja, daar was ik nog niet eens zo ongerust om. Maar je ziet bij Norrely hoe het met een heel klein stukje gat in de weg toch heel erg fout kan gaan. Ja, absoluut. Ja. En dat heb ik zoveel mogelijk vermeden. Ik heb wel die weg genomen, die gevaarlijkste wegenweg. En dat valt nog niet mee. Met 30 graden, 60 kilo bagage achterop en dan op zo'n zware GS. Ja, dat is wel een dingetje. En ik kwam toen op een gegeven moment bij een wegverschuiving, of een aardverschuiving, waardoor een stuk van de weg was weggeslagen. Dat was voor mij een moment om te denken van, nou, dit risico ga ik niet meer aan. Als ik met meerdere was geweest, dan had ik misschien wel het risico genomen om daar naar boven te rijden. Ik heb besloten om 120 kilometer om te rijden, terug te gaan en over de asfaltweg mijn weg te vervolgen. Ja. Had je iets bij je aan techniek om de noodsignalen uit te zenden als het toch fout zou gaan? Ja, ik had een Garmin InReach had ik bij me. Een hele kleine, het is geen satelliettelefoon, maar het is wel een middel om overal op de wereld een SOS-signaal uit te kunnen zenden. En ik kon daar 3 sms'jes per dag mee versturen. En dat heb ik in Iran ook gebruikt. Want in Iran had ik geen internet. En ik wou wel mijn naasten laten weten dat ik veilig was. Dus ik stuurde iedere ochtend een sms'je naar mijn zonen om te laten weten dat ik was vertrokken. En dat ik 's avonds weer veilig aan was gekomen. En die Garmin InReach die kan je ook echt volgen op een landkaart, op internet. Dus ze konden altijd zien waar ik was. En dat vond ik wel een zo veilig idee. De Motorpodcast. Je zei net, ik heb heel veel andere reizigers gevolgd, hè? Onder andere Norrely, Itchy Boots. Beschrijf nou eens de gemiddelde motorreizende mens. Wat is dat nou voor mens die dat doet? Ik denk dat iemand is die het avontuur opzoekt. Misschien ook wel grenzen opzoekt van motor, van wegen, maar ook van zichzelf. En ik denk dat iemand is die heel graag in contact komt met andere mensen. Want dat heb ik tijdens mijn reis wel meegemaakt. Dat zeker als je alleen reist, dat je heel erg snel in contact komt met andere mensen. Zeker buiten Europa. Waar mensen meteen klaarstaan met een vraag. Met meerdere vragen zelfs. Of met een praatje. Of met hulp. Of met thee. Vanaf Turkije ben ik dagelijks uitgenodigd voor chai. Voor diners thuis, voor een gesprek, voor van alles en nog wat. En Nasi Dagan, ja. Onder andere. Ook dat. Wat is daar zo lekker aan? Ja, nou, ik hou meer van Pad Thai. Okay. Welk van die ontmoetingen is je het meest bijgebleven? Als het er zoveel zijn geweest. Ja, er is er wel eentje die heel veel indruk op me heeft gemaakt. En dat was meteen al in het begin van de reis in Turkije. Ik reisde door het binnenland van Turkije. Dat is nogal een verlaten streek. En in Turkije heb je langs de weg allemaal bronnetjes, fonteintjes waar je drinkwater uit kan tappen. En dat deed ik ook onderweg. En bij een van die bronnetjes, daar zat een herder. En die had een ezel bij zich met bagage. Er liepen wat koeien, er liepen wat geiten. En hij zat bij een soort van kampvuurplaatje. En ik was daar water aan het tappen. En hij wenkte me en hij hield een zwart geblakerd fluitketeltje hield hij omhoog. En hij zei, zoals ze dat allemaal doen in Turkije, chai. Ja, en ik denk, nou ja, ik heb de tijd. Ik had wel zin in een glaasje thee. Dus ik ging op de uitnodiging in. En ik parkeerde mijn motor daar. En ik had brood bij me. Ik had nog wat kaas bij me. Dat nam ik mee, want ik moest daar gaan lunchen. Dat was tijd om te lunchen. En ik ging bij hem zitten, bij dit kampvuurtje. En toen begon hij die thee te maken. En uit zijn knapzak, zijn handdoek, daar kwamen pepertjes en tomaatjes uit zilverpapier. Die gooide die in het vuur om te roosteren. En zo zaten wij samen daar een lunch te maken. En ik probeerde natuurlijk een beetje een gesprek aan te gaan. Maar hij sprak geen woord Engels en ik geen woord Turks. En ik probeerde wel met de vertaalapp nog enigszins iets te doen. Maar een telefoon had hij ook niet.
Maar we raakten toch wel een beetje met wat woorden en gebaren in gesprek. En toen vroeg ik hem wat zijn werk was. Hij beheerde die kudde en hij had geen huis. Hij liep met zijn kudde door Turkije. En hij leefde van de opbrengst, van de melk, van het vlees. En ik zei, maar waar slaap je dan? En toen pakte hij een steen. En hij gooide die steen naar de dichtstbijzijnde boom. En hij zei, daar slaap ik. Nou, en dat hele gesprek, dat maakte me zo'n enorme indruk op me. Want ik voelde me ook wel een beetje verwant. Want hij had daar zijn ezel staan met zijn spullen erop. Ik had mijn motor daar staan met mijn spullen erop voor een jaar. En eigenlijk deden we allebei hetzelfde. We reisden rond. Op dat moment hadden we twee totaal verschillende werelden die elkaar daar raakten. Dat maakte gewoon heel veel indruk op me. En daar heb ik echt nog wel een dag over na moeten denken toen ik wegreed op de motor, ja. Waarbij jij de luxe hebt om de benzine te betalen, ja. Alles verder te bekostigen, een motor van 20.000, 30.000 euro onder je kont. En een jaar vrij kunnen nemen. Ja. Dat deze man elke dag ploeterend met de schapen door het land moet. Hoe verder ik met reis kwam, hoe meer ik me daar ook van bewust werd. Ik ben al heel erg dankbaar dat ik in Nederland ben geboren. Hè. Je hoeft maar naar het journaal te kijken en dan mag je je gelukkig prijzen. Maar tijdens mijn reis ben ik nog veel dankbaarder daarvoor geworden. Als ik zie hoeveel mensen er moeten ploeteren om niet alleen wat geld te verdienen, maar echt om te bestaan, hè? Om te leven, om te kunnen eten, om ergens te kunnen slapen. Ja, dat heeft wel veel bij me losgemaakt. En ik ben ook heel erg blij dat mijn zonen later mij tijdens mijn reis hebben ontmoet. En dat ik hun ook kon laten zien hoe het in de rest van de wereld eraan toe gaat. Dat niet hetzelfde is als een vakantie naar Lorette of naar Griekenland of waar dan ook. Maar dat mensen over de hele wereld moeten ploeteren om te bestaan. En dat wij ons gelukkig mogen prijzen in Nederland met alles wat we kunnen. Dat we die motor kunnen rijden. Hè? Dat we een dak boven ons hoofd hebben en een baan hebben. En ik probeer ook zo weinig mogelijk daarover te klagen. Want ik prijs me ook gelukkig. We hebben ook niks te klagen. Als er één in te klagen is, is het wel de benzineprijs. Dan mag ik daar wel over klagen? Ja, wel. Vooruit. Absoluut. Ik zal je vertellen. €2,40 voor 98, jongens, houd toch op. Ik zal je vertellen wat hier in Iran kost. Nou, ik wil het niet horen. 16 cent. 16 cent. Oh, 16 cent. Maar er moet wel door een filtertje heen dan, denk ik, of niet? Ja, ik had wel een filtertje. Ja. Maar toen ik thuis kwam, heb ik dat filtertje ook weer uit de tank gehaald. Zat niks in? Weinig. Okay. Het paste op een 5 cent. Nee, een beetje gruis, maar weinig. Jouw zoons zijn je dus op komen zoeken toen je in Thailand reed. Ja, klopt. Ja. Zij vlogen naar Thailand en jij was daar op de motor. Ja, ik had met hun, voordat ik ging, de afspraak gemaakt van ergens tijdens mijn reis wil ik jullie graag zien. Voor jullie zal het een vakantie zijn, voor mij een onderbreking van mijn reis. En dat was ook best wel moeilijk plannen, want ik had natuurlijk geen tijdschema. Ik wist niet wat ik onderweg, welke landen ik aan zou doen precies. En waar ik zou zijn op dat moment. Dus we hadden afgesproken, nou rond de kerst denk ik dat ik ergens rond Nepal, misschien in Thailand ben, Myanmar, die kanten. Nou, het kwam zo uit dat ik in april in Thailand was. Mijn zoons die waren op dat moment allebei afgestudeerd. Dus die hoefden geen verlof te pakken, maar wel even een pauze voordat ze gingen werken. Nou, ze hadden de banen al voor het oprapen, dus ze hadden eigenlijk allebei al een contract in de zak toen ze mij opzochten. Ze hadden een maand de tijd. Ze zijn naar Bangkok gevlogen. En we hebben daar de mooiste tijd van ons leven, denk ik, gehad. En ik denk dat dat voor ons alle drie wel geldt. Ik voelde me gelukkig dat ik dat mee mag maken. Dat je met twee van je zoons door Thailand mag reizen. We hadden daar twee motoren gehuurd. Dus met drie motoren door Thailand. Ook GS'jes? Nee, die waren daar wel te krijgen, maar dat was wel zo duur. Nee, we hadden daar twee Honda CRF's gehuurd. Een 300 cc en een 250 cc. Is dat zo'n rally-achtig ding? Waar Noorli ook nog een tijdje mee rondgereden heeft in Afrika. Ja, fijne motorfietsen, moet ik zeggen. Een stuk lichter dan die van mij natuurlijk. En zeker voor mijn jongste zoon Rick was dat nog heel erg spannend. Want hij had net voor kerst zijn motorrijbewijs gehaald in Nederland. Maar nog nooit een meter gereden op een motor. En dan meteen met vaderlief naar Thailand. Moest hij daar Bangkok uitrijden. Het is er ook lekker rustig in Bangkok. Nou, als je daar kan rijden, dan kan je overal rijden. Dus, hebben ze dat uit vrije wil gedaan, dat motorexamen doen in Nederland? Of zat er een lichte dwang achter? Nee. Helemaal uit vrije wil. Mijn oudste zoon die had het al een paar jaar. En mijn jongste zoon, ik dacht, nou, die gaat nooit motorrijden. Maar dat is toch gebeurd. En ik denk dat hij de mooiste ervaring van zijn leven achter de rug heeft. Ja, ja, dat was geweldig. In
de motorpodcast zijn we eigenlijk altijd op zoek naar het meest memorabele motormomenten. Die trip met je zonen, was dat het meest memorabele? Of ja, heb je er nog meer uit die categorie? Daar ga ik eigenlijk wel min of meer een klein beetje van uit. Ja, het zijn dan natuurlijk heel veel als je een jaar aan het reizen bent. Ik denk de meest memorabele. Ja, op één staat natuurlijk het reizen met mijn zonen. Wat ook wel een ding was, was het vervoeren van mijn motor door de landen waar ik niet kon reizen. Ik heb mijn motor 2 keer per vluchtpost moeten versturen. Want ik wilde door Myanmar reizen naar Thailand. Maar Myanmar was op slot vanwege de burgeroorlog daar. En het leger heeft daar de macht gegrepen. En ik was aan het wachten tot de grenzen open gingen. En dat ging niet gebeuren. Ik was inmiddels in Nepal. En ik had wel al van tevoren bij mijn voorbereidingen gezien dat sommige motorrijders ervoor kozen om via de lucht bepaalde stukken over te slaan. Ik wist dat reizen door Myanmar niet goedkoop zou zijn. Dat moest met een gids gebeuren. En die gids dat kostte minimaal €1200 om door Myanmar te reizen. Dus dat had ik al in mijn begroting opgenomen. En toen ben ik gaan kijken tijdens mijn reis, wat zijn de mogelijkheden om mijn motor te verschepen van Nepal naar Thailand. Nou, Thailand was toen nog een probleem om daar binnen te komen met de motor. Er waren wat geruchten dat je niet met je eigen motor door Thailand kon reizen als je via de lucht binnenkwam. En wat een gekke regel. Ja. En ik durfde het niet te gokken. Achteraf ongegrond, denk ik. Maar ik heb er toch voor gekozen om naar Maleisië te vliegen vanuit Nepal. En dat was wel een dingetje om mijn motor met de vrachtvlucht naar Maleisië te verschepen. Ook hier weer veel gebruik gemaakt van ervaringen van andere reizigers. Maar het is toch een heel papierwerk en een heel gedoe om het voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk stond ik dus weer met mijn motor in Maleisië en kon ik verder reizen. Dus om op je vraag terug te komen, dat was wel een memorabel ding in mijn reis. En een tweede memorabel ding was ook wel een ongeluk wat ik heb gehad, waardoor mijn motor pech opliep. Ik had, voordat ik ging, een bushcursus gedaan bij Bert Reizen. En een van de dingen die je daar oefent is een gat repareren in het kleppendeksel van de BMW. Want ja, het kleppendeksel zit aan de zijkant bij de BMW, voor de BMW-rijders onder ons wel bekend. En als je die op zijn kant legt, dan is dat een gevoelig item. Had je er geen beugeltje omheen laten zitten? Ja, ik had valbeugels erop. Maar bij Bert Reizen hadden ze kleppendeksels liggen die de kans is heel klein dat het gebeurt. En jawel hoor, tijdens mijn reis in Indië had ik een klein ongelukje. Tijdens een heel chaotisch moment. Heel India is chaotisch, maar vooral de spoorwegovergangen zijn enorm chaotisch. En ik stond te wachten bij een spoorwegovergang en ik werd aangetikt tegen mijn koffers met een auto, waardoor ik mijn evenwicht verloor. En naast de weg was een greppel en ik viel eigenlijk om in die greppel. En het kleppendeksel viel precies op een rotsblok of op een steen. Kapot. Ja, kapot. Dus ik zag de olie eruit druipen. En ik dacht, dit is het einde van mijn reis. Gelukkig met de kunstjes die ik had geleerd bij Bert, mijn kleppendeksel kunnen repareren met vloeibaar metaal. Kneedmetaal. En terug naar mijn adres in India, bij het gastadres waar ik was vertrokken die ochtend, teruggereden. En daar heb ik mijn motor verder kunnen repareren. En met het gerepareerde kleppendeksel ben ik nog tot in Maleisië gekomen. Jeetje. Dus dat heeft goed gehouden, ja. En in Maleisië heb ik eindelijk de spulletjes kunnen vervangen en groot onderhoud aan de motor kunnen laten doen. Had je een lijstje bij dan met plekken waar je voor het noodzakelijk onderhoud terecht zou kunnen, mocht er iets fout gaan? Ja. Was je daarop voorbereid? Ja, daar was ik op voorbereid. Ik had in alle landen had ik alle BMW-dealers al getagd in Google Maps. Maar er zijn natuurlijk ook landen waar geen BMW-dealers zitten. Dat zijn er overigens maar heel weinig. Alleen Iran en Georgië en Armenië. Alle andere landen zitten BMW-dealers. En in die landen waar ze niet zaten, daar had ik van andere reizigers ook weer adressen waar je met vertrouwen je motor kon onderhouden. Dus zo had ik in Georgië, in Turkije had ik een adres, in Armenië had ik een adres. En in Thailand en Maleisië was het totaal geen probleem om onderhoud te laten doen. Ik hoor al, wat mag er niet in je reispakket ontbreken? Volgens mij een lijst met tips van andere motorrijders, vloeibaar ijzer.
Kneedmetaal. Kneedmetaal, ja. En wat er verder niet mag ontbreken, dat horen we zo van je. Maar we gaan eerst even naar de post, want er is er heel veel binnengekomen. Reactie van Motormuis Friesland op aflevering 190... waarin we juist geen Itchyboots te gast hadden. Hij zegt, jullie hebben een late afzegging heel keurig ondervangen. Al met al weer een prima opname. Nou, dankjewel Motormuis. Dag Dennis en Peter, in de nabrander van bonusaflevering 17... bespraken jullie een aantal motorbloopers. Zelf heb ik ook een blooper meegemaakt. Samengevat, een vriend met wie ik samen het rijbewijs heb gehaald is 2 maanden na het slagen aangereden en had sindsdien niet meer gereden. Ik nam hem achterop en we gingen naar een grote parkeerplaats bij het FC Twente stadion. Hij wilde namelijk weer wennen aan het gevoel en heeft wat rondjes gereden op mijn motor. Toen we weggingen zei hij, rijd jij ook nog een keer langs, dan film ik dat. Nou, mijn onderbuikgevoel die zei al, dat moet ik niet doen, maar we deden het uiteindelijk toch. Nou, lang verhaal kort. Ik had veel te veel snelheid en ik had me daar flink op verkeken. Ik kon niet meer op tijd remmen en daar was opeens het einde van het parkeerterrein. Ik maakte wat airtime, vloog langs betonblokken en paaltjes en knalde vervolgens tegen de stoeprand. Het leverde een flinke rekening op, maar gelukkig bleef het daarbij. Daarnaast vind ik niet dat we ons als motorrijders voor bloopers hoeven te schamen. Het hoort er nou helemaal bij. Ik kom er vooruit en dat zorgt er misschien voor dat anderen het niet overkomt. Lekker dat jullie dit delen in jullie te gekke podcast. Ik hoop dat jullie dit nog jaren blijven doen. Nou, dat blijven we zeker. Groetjes Thomas, hij is ook vriend van de show. Over vriend van de show gesproken. 2 nieuwe vrienden bedanken. Matthijs Knokkert en Bram Maurits. Ben je nou nog geen vriend? Wordt dat dan? Want we krijgen namelijk nabranders. We gaan zo meteen met Ivo ook nog even nabranden. En je maakt kans op prijzen, Peter. Want je maakt kans op een motorhoes van DS Covers. En je bent als vriend exclusief welkom bij onze grote frietkraamrit en opname van een aflevering. Tot zover de post van vandaag. De Motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. En inmiddels een vast onderdeel in de Motorpodcast. Dat zijn de motorgeluiden die opgestuurd zijn. En ook deze keer zijn er weer heel wat binnengekomen. De motor van Mike Zwart. Lekker geluidje hoor. Ja, lekker geluidje. Het is een BMW 1000XR met Cobra-pijpjes. Had je ze herkend, de Cobra-pijpjes? Nee, dat niet, maar klinkt wel goed. Ja, de DB-killers zitten er overigens nog wel in. Sinds een paar weken heeft hij onze motorpodcast ontdekt. Een groot fan. Heeft hem wel wat tijd gekost, maar heeft nu alle afleveringen beluisterd. En hij hoopt dat het met die bikeshed ooit nog eens wat gaat worden. Daar zou hij ons eeuwig dankbaar voor zijn. Dank jullie voor het mooie werk, zegt hij er nog bij. Het geluid dus van Mike Zwart, de BMW. Er zijn nog meer geluiden binnengekomen. Wacht, we gaan even meteen los met deze. Horus. Dit is weer heel wat anders. Zeker wat anders. Dit is een Yamaha Custom XS 650 uit 1982. Hij is gecustomized door Jaap Gerritsen. Eigenlijk is alles zo'n beetje vervangen aan het ding. Alleen de velgen zijn nog origineel. Alles is handgemaakt. Waaronder de uitlaten compleet van RVS. Zelfgemaakte dempers. De killers zitten er nog wel in. Zodat de zeurpieten van de neefom niet kunnen gaan piepen als hij langs rijdt. Heel slim, heel slim. Ja, mooi groen is niet lelijk, zeg ik. Het is absoluut een mooi exemplaar. Dus nog eventjes... ja, nog één keer voor de liefhebbers. Ik zeg, druk die earpods als je ze in hebt. Ja, even goed luisteren. Wat dieper in de oren, dan hoor je die bas ook goed. Hè? Want we hebben er nog eentje die binnen is gekomen. Wat dacht je van deze? Lekker agressief. Dit is een Yamaha XJ600 Diversion. Ah, jongens, jongens, jongens. Wat een lekker geluid is dit. Tobias Webbenhoven, die heeft dit ding in elkaar gezet. Hij heeft hem deze winter en het voorjaar heeft hij hem helemaal omgebouwd. Zijn Yamaha XJ600. Er zit ook een foto bij, echt een prachtapparaat. Ja, dat is hij zelf ook heel trots op. Ja, nee, dat mag je zeker zijn. Je mag ook zeker een foto mee sturen. Als jullie het geluid opnemen, stuur ook een foto mee. Ja, en hoe neem je dat geluid nou op? Nou, dat kan je onder andere met je iPhone doen. Hè. Daar zit een dictafoon in. Android heeft ook wel een opnameapparaatje, heel eenvoudig. Je neemt even wat van je motor op, fotootje erbij... en dat stuur je eventjes naar info@demotorpodcast.nl. En dan zit ook jouw geluid in de motorpodcast. En dan tot slot hebben we er nog één. Dat is deze. En nou slaat hij af. Maar jij hebt erop gereden. Ah, dit is de GS... 1300, hè? De 1300 GS van BMW, ja. Ja. Hier zit een verhaal achter. We hebben die GS natuurlijk heel vaak besproken.
Ja, onder andere omdat we er op de motorbeurs Utrecht op hebben gezeten. En toen belde BMW ons op van ja, Dennis en Peter, jullie hebben het nou zo vaak al over die GS. Jullie hebben er vaak op gezeten. Maar heb je er ook wel eens mee gereden? Nou, het antwoord was nee. Dus zei BMW, kom ik naar ons toe. Dan krijgen jullie een GS mee, een 1300 en een R12. Nou, we hebben deze week, ik heb de GS getest, jij de R12. Komende week wisselen we dat om. Ja. Ik moet zeggen, het heeft me echt positief verbaasd. Niet omdat we dat ding na een weekje te testen hebben gekregen. Maar ik merk wel, als je na een uur, twee uur van die GS afstapt, dan denk je, nou, ik had er makkelijk nog 100, 200, 300 kilometer bij kunnen zetten. Want je zit wel prinsheerlijk op dat ding. Of het nou echt mijn motor gaat worden, dat weet ik nog niet. Want ik ben toch meer fan van gewoon het uiterlijk van een supersport. Maar wat een GS mee met alles erop en eraan. Een dynamic pakket, een innovation pakket, een comfort pakket, een touring pakket. Dan kost je dus wel ruim 30.000 euro. 150 pk, kardannetje, dus lekker makkelijk in het onderhoud. Ja, je zit echt als een koning. Verwarmd zadel als je dat wilt. Ja, dat wilde ik met 24 graden niet. Verwarmde handvatten als je het wilt. Makkelijk dat vakje voor je telefoon. Alles kan je connecten. Schermpje wat automatisch omhoog en omlaag gaat als je dat wilt. Hij zakt ook nog eens 3 centimeter, zodat je makkelijk op en af kan stappen. Ja. Ja, als ik ooit van mijn supersportgeloof afstap, dan zou ik dit wel overwegen. Als je 65 bent. Nou, voorlopig kan ik nog in een sportieve supersporthouding. Vlot dus op je supersport rijden. Ja, ja. Maar ik heb sleutels bij me. Ja, laten we ruilen. Dan ga ik jouw R12 eens proberen. Ja, R12 ook leuk. Hoe was je ervaring? Een beetje een cruiser-achtig, tenminste zo is hij aan mij meegegeven. Ja. Je kunt er ook mee cruisen. Hè, lage toeren en dan gewoon lekker een beetje van de omgeving genieten. Dat doe ik namelijk graag. Ja. Vond hem best lekker rijden. Stop ik daardoor met de Harley? Nee. Terwijl ik toch denk dat die GS, jij hebt die Tenere gereden. Ja. Ik denk dat jij echt wel fan wordt van de rij-eigenschappen van die GS. Nou, dat zou zomaar eens kunnen. Maar die R12 gaat het voor jou niet worden? Die niet, maar die GS. Nou ja, goed. We hebben nu de sleutels gewisseld. Dus we gaan het even proberen. Oké. Okay. Dan komen er zeker op terug. De Motorpodcast. Terug naar Ivo. Die rijdt ook op een GS. Alleen een iets ouder type. Ik had zo'n. Op die GS zit zo'n SOS-knop, kwam ik achter. Dus er zit gewoon een noodknop op die GS. Ja. Heb jij dat ook? Ja. Heb ik. Wat gebeurt er als je daarop drukt? Ik durfde het niet. Dan wordt een signaal naar een hulpdienst verzonden. Maar je krijgt eerst uit de luidspreker te horen of dat nodig is. Dat gebeurt ook als je die GS platlegt. Wel of niet moedwillig. Bewust, ja. Dat duurt, ik geloof, 10 seconden of zo. Je hoort een pieptoon. En dan wordt er contact opgenomen met de hulpdienst. Ik denk van BMW. Ik heb dat 1 keer gehad. Dat de motor omviel. Maar binnen 10 seconden was ik er weer bij om die knop weer in te drukken. Maar wat er precies in gang wordt gezet, dat weet ik niet. Hoop ik ook nooit te ervaren. Nee. Nooit gebruik van het overmaken. Heb je ooit een moment gehad waarvan je dacht, dit is wel zo'n moment, waar ben ik aan begonnen? Ik ga nu terug. Terug naar Nederland? Ja, of ik ga stoppen met mijn reis. Nooit. Nee? Nee, nee. Ik had het zo ontzettend naar mijn zin, dat ik eigenlijk helemaal niet terug naar huis wou. Ik heb een fantastische tijd gehad. En ik heb echt een traantje moeten laten toen ik terug in het vliegtuig naar Nederland zat. Ja, Hoezo? Je besefte je, nu is het klaar. Ja, ik besefte me, nu is het klaar. De manier waarop ik nu in het leven sta, die gaat weer veranderen naar de manier zoals ik in het leven stond. Dus huisje, boompje, beestje, werk, eten, slapen. En dat had ik een jaar lang niet gedaan. En dat beviel supergoed, ja. Dus dat mis ik wel. Hoewel ik wel moet zeggen, toen ik terug was, dat het heel snel went om weer in het normale leven opgenomen te worden, zeg maar. Ja. Wat ook wel jammer is, want dan ben je, ja, je hebt een heel mooi boek wat je hebt meegenomen met, nou, wat zijn er, 300 pagina's of ja. zo. Ja. Die herinnering wil je natuurlijk, dat gevoel wil je wel een beetje actief houden, dat vakantiegevoel. Ja, maar dat gebeurt wel, want ik heb wel dagelijks momenten dat ik aan mijn reis herinnerd word, heel vaak zelfs. Dat kunnen dingen zijn die ik op de tv zie, ik hoef maar naar het journaal te kijken en landen als Iran, Pakistan, waar van alles gebeurt. Waar ik dan meteen denk van, daar ben ik doorheen gereden. Maar dat zijn ook contacten die ik heb opgedaan tijdens mijn reis, waar ik ook nog bijna dagelijks contact mee heb. Ik heb zelfs, toen ik 2 weken terug was in Nederland, iemand uit India weer bij mij op bezoek gehad thuis. Die was afgestudeerd in, er was een iemand uit Indië die afgestudeerd was in Oostenrijk. En die ging nog een kleine tour door Europa maken. Op de motor?
Nee, gewoon met de trein, openbaar vervoer. En die vroeg of dat die bij mij een weekje kon komen logeren. Nou, uiteraard, ik had het veel zelf meegemaakt in landen als India en andere landen. Dus mijn deur staat open en ik heb hem een week lang te gast gehad en dat was geweldig. Ja. Jouw site heet Global Smile. Klopt. Als ik het journaal aanzet, dan denk ik van op deze globe, op deze aardkloot, valt vaak niet zoveel te lachen. Nee, dat klopt. Toen ik aan die reis begon, had ik natuurlijk ook weer afgekeken van andere reizigers. Dacht ik van nou, ik wil mijn reis vast gaan leggen en delen met andere mensen. Ik dacht, nou, dan moet er een website komen, een Instagram-account, Facebook-account, dat soort dingen. Een YouTube-kanaal. Dat ga ik niet onder mijn eigen naam doen. Dat wou ik onder een synoniem doen. En ik rij op een GS. Ik denk, GS, daar kan ik toch wel iets mee verzinnen. Aha, ik voelde wel een global smile. Ik kom van huis uit de grafische industrie. Ik ontwerp graag. Ben desktop publisher geweest. Dus die GS, dat werd global smile. Ik wil met een positief blik alle landen bezoeken. En met mensen met een lach ontmoeten eigenlijk. En daar staat global smile voor. Dus zo ben ik begonnen aan mijn website, globalsmile.nl. En ook aan mijn YouTube-kanaal, waar ik iedere twee dagen een nieuw filmpje opzet. Met de hoop dat het net zo groot zou worden als het bijvoorbeeld bij Itchy Boots zou worden. Want dan zou dat ook een deel van mijn reis kunnen betalen. Wij zeiden al, dan had je misschien een blonde pruik met wat lange haren onder je helm aan moeten trekken. Ja, ik denk wel dat heel veel helpt. Ja, toch? Want de grootste vloggers die we op deze wereld hebben, zijn wel vrouwen. Tenminste, reizende motoren dan. Hè. Dat zijn wel allemaal vrouwen. En die doen dat geweldig. En ik vind het ook super dat ze het doen. En natuurlijk had ik gehoopt dat daar ook een graantje van mee te kunnen pikken. Maar dan moet die bal wel gaan rollen. Dat was bijna het geval. Ik had een ontzettend leuk filmpje van de Wagaborder. Een van de meest memorabele momenten in mijn reis ook. Dat is de grens tussen Pakistan en India. Waar maar weinig mensen overheen kunnen. En vooral alleen reizigers. Echt wel een ding onder reizigers om daar overheen te gaan. En dat filmpje had ik online staan. En toen werd het in één nacht in India 105.000 keer bekeken. Ik denk, ja, en je moet een keer die sneeuwbal aan het rollen krijgen. Zo'n filmpje moet viral gaan en dan gaat het lopen. Ik denk, ja, dit kon wel eens het moment zijn. Maar helaas, dat was het enige moment. Ja, je moet weer terug aan de slag bij je werkgever straks. Ja, precies. Ja, dat is niet maar toch, jouw filmpjes, ja, je doet niet onder voor kwaliteit van Itchy Boots. Het is echt, dankjewel. Het ziet er mooi uit. Je beleeft eigenlijk dezelfde avonturen, legt ongeveer dezelfde reis af. Dus ja, je begint zelfs op dezelfde manier. Good morning, hello internet. Ja, ja. Maar ik denk toch dat haar Ja, dan toch maar mijn blonde haren laten groeien. Ja. Ivo, we zijn er doorheen als het gaat om de reguliere podcast. Maar ja, we hebben nog heel veel met je te bespreken. Ja, ontzettend veel. Dus we gaan nog even nabranden. Ja, want we willen nog. Ik wil eigenlijk nog weten, wat moet er juist in je pakket bagage? Wat moet er juist niet in? Ja, hoe was je terugrit? Want je hebt het vliegtuig genomen, ook weer met je motor erbij. Nou, wij kunnen nog 3 uur nabranden zometeen, Peter. Gaan we de zeker nabranden, doen. Die is alleen voor vriend van de show. En ben je nog geen vriend, wordt dat dan op demotorpodcast.nl. En vaste luisteraars weten al, Ivo, jij mag kiezen van onze gewaardeerde partner handigschoonmaken.nl. Een helm en vizier. Of een pakket en helmreiniger set. Of een vizierreiniger pakket. Welke van de twee wil je mee naar huis nemen als dank? De vizierreiniger. De vizierreiniger set. Die is voor jou, alsjeblieft. Kun je ook de bril goed schoon meemaken, weet ik inmiddels uit de ervaring. Maken blends is En natuurlijk het pakket met de leukste motortijdschriften van Nederland. De Big Twin, de Motor 73 en de Pro Motor. Ook van top. Jou. Als je vriend bent van de show, dan horen we je zometeen bij de nabrander. Dan maak je ook nog kans op een motorhoes van DS covers. En je mag exclusief bij onze frietkraamrit en opname zijn. En luister je via Spotify, druk dan op volgen, want dan krijg je een seintje bij de volgende aflevering. En daarin is Serge te gast. Hij ging in zijn eentje naar Macedonië. Ja, dan nu de kettingvraag, Ivo. Wat zou jij heel graag van Serge willen weten? Ja, ik had het er straks al heel even over. Een van de dingen die tijdens mijn reis de meeste indruk hebben gemaakt zijn de ontmoetingen met andere mensen. En ik zou heel graag van Serge willen weten, heeft hij dat tijdens zijn reis ook zo ervaren? En wat was zijn indrukwekkendste ontmoeting? Hartstikke goed, we gaan hem dat vragen in de volgende aflevering van De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast-app. Deze aflevering van de Motorpodcast werd mede mogelijk gemaakt door DS Covers en MKC Moto.